Hoi allemaal, ik liep gisteren door de Doektas heen en daar hadden ze een korting op de Clinique paletten, of tenminste op de Clinique make-up. En nu zag ik eigenlijk dit Clinique paletje en ik vond hem zo onwijs schattig en leuke kleurtjes dat ik dacht, hey, die wil ik hebben. Het is gewoon het heet Pink Chocolate en het is gewoon een natural eye, zit alleen bij de roze is een beetje glimmerig. En ik dacht, het is wel leuk om hier ook een make-up look mee te doen. Dus dat is wat ik voor jullie vandaag ga doen. En als jullie willen weten hoe ik dat doe, blijf vooral kijken. Ik ga beginnen met op mijn oog te brengen de Essence Ballerina Backstage Eye Soufflé. Dit is de Pass the Chopper of the Copper. Ik weet niet hoe je het noemt. Maar het is gewoon een normale koperachtige kleur. Die breng ik over mijn hele ooglid aan. Oh, en ik heb vast mijn foundation gedaan, als jullie dat afvragen. En als jullie een apart filmpje willen zien of hoe ik mijn dagelijkse foundation routine doe, laat het gewoon even weten. Dan gaan we dat natuurlijk doen. En het is natuurlijk wel handig. Annabelle heeft namelijk een hele droge tot normale huid. En ik heb een meer vettige tot gecombineerde huid. Dus als jullie specifieke vragen hebben over een bepaalde huidtype, dan kunnen jullie dat natuurlijk altijd vragen. Dan ga ik beginnen met het palet. Ta-da-da-da. Heel erg cute. Ik gebruik gewoon voor het eerste oogschaduw gebruik gewoon een normale fluffy brush. Maakt niet uit als het maar een beetje groot is. Zodat je het over je hele ooglid in één keer aan kan brengen. Ik ga beginnen met de roze. Een beetje erin. Dat zijn echt super mooie kleuren. En die breng ik over mijn hele ooglid aan. Of tenminste over een groot deel van mijn ooglid. Ik laat het uiteindelijk een beetje hier. Laat het nog een beetje open. Dus je kan noemen je een derde dat je overlaat. Dan pak ik een normale HEMA brush. Om een HEMA te verkrijgen. En doe ik een beetje de lichte bruine kleur. En die breng ik aan op het uiteinde van mijn oog. En een heel klein beetje in de crease. Maar dat doen we straks een beetje verder. Zo. Dan pak ik deze. Ook van de HEMA borsteltje. Heeft twee kanten. Maar ik gebruik deze, de sponsachtige kant. En dan pak ik de donkerste kleur. Zoals jullie kunnen zien. De donkerste kleur. Met het puntje erin. Want deze wil ik graag aanbrengen. Onder mijn waterlijntje. Niet al te donker. Dan pak ik een bruin oogpotlood. Deze gaat van de Sephora. Ja, let niet op mijn puntje. Geen idee. Waarom deze. Maar geen. Ik kan niet echt een goede puntslijper ervoor vinden. Dus is een beetje afgebrokkeld. Maar die breng je aan op het uiterste lijntje hier. Je gaat niet helemaal naar voren. Dus je doet het eigenlijk alleen een beetje in de puntjes. Brengen we ook aan op mijn waterlijntje. Pak je gewoon een wimperkruller. Deze van mij is van de Victoria's Secret. Ik heb hem ook van Topshop. Je kan hem gebruiken van de HEMA, maar ik vind het van de HEMA niet heel erg fijn, dus... Trek deze van Victoria's Secret. Die heb ik ooit gekocht toen ik in Amerika woonde voor een tijdje. En dan breng ik mijn Maybelline The Falsies Volume Express Black Drama aan. Zo'n borsteltje. Hey, sexy lady. Hoop.
Homp, homp. Zo. En wat ik dan ga gebruiken voor mijn wenkbrauwen is het Essence wenkbrauw kitje of set. Er komt een kwastje bij, maar die vind ik heel onhandig, want hij is heel klein. Dus ik gebruik liever gewoon een langere. Deze van de Hema. En ik gebruik ze een beetje beide. En dan ga ik mijn wenkbrauwen gewoon mee invullen. Heel lichtjes. Gewoon je natuurlijke wenkbrauwlijntje volgen. En ik moet heel nodig mijn wenkbrauwen laten doen, maar geen tijd. Noem eens wat. En in het paletje zitten ook vormpjes die je kan gebruiken om over je wenkbrauw heen te leggen. Als je niet voor de eerste keer niet weet hoe je je wenkbrauwen moet invullen, kan je die er gewoon overheen leggen. Wat ook heel handig is als je niet weet hoe je je wenkbrauw, welke vorm je daarvoor, als je het gaat epileren voor de eerste keer, kan je dat vormpje ook gebruiken. Kijk, ik zal het even bijhalen. Gewoon zo'n soort vormpje. Ik hoop dat je een beetje kunt zien, want het is een doorzichtig vormpje. Die kan je gewoon over je wenkbrauw heen doen. Dan kan je gewoon met een potlood precies tekenen. En daarna haal je er een soort van borsteltje overheen. En dan kan je de haartjes die niet getekend zijn, die kan je dus weghalen. Dus zo is het heel fijn voor de eerste keer een keertje je wenkbrauwtjes te doen. Het is een van de eerste keren hoe ik het deed. Als ik dat heb gedaan, pak ik gewoon een willekeurig borsteltje. En die haal ik er even overheen. Zo. Alle twee kanten, zodat het niet zo hard meer lijkt. En wat ik dan ga doen is mijn gezicht een beetje contouren. Daarvoor gebruik ik de Hoola bronzer van Benefit. En Real Technique Expert Face Brush. En voor mijn blush gebruik ik een nieuwe blush. Dit is van de nieuwe Essence collectie Class of 2013. En het is een beetje een roosachtige blush. Met een beetje, die strepen zijn dan glitterig. En het heet Alpha Better Gamma. Ik zie wel gelijk dat de glitter meteen in één keer weg is. Maar die breng ik aan op de appeltjes van mijn wangen. En als je vindt dat het allemaal iets te veel is, pak je gewoon je poederbrush. Of je kabuki brush en dan haal je er gewoon heel zo overheen, zodat het allemaal een beetje in elkaar overloopt. Zoals dat. Het laatste wat ik ga gebruiken is mijn lipgloss. Ook van Essence. En deze heet Nude Candy. Het is een extra L shine. Die breng ik gewoon op mijn lippen aan. Dus dit is mijn uiteindelijke look. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden en dat jullie er wat aan hebben. Jullie kunnen natuurlijk je eigen producten ervoor gebruiken. Ik vond het Clinique palet heel erg leuk. En als jullie enige andere looks willen zien, ook andere celebrities of andere gewoon make-up style, een natural make-up style of een smoky eye, laat het ons gewoon weten. We gaan het voor jullie doen. En als jullie andere vragen hebben over de huidtype, wat ik al tegen jullie zei, laat ook even een vraag of een comment achter hier beneden. En we zullen het allemaal laten weten. Doeg!